beurscoördinator. En dat houdt eigenlijk een beetje in dat je, populair gezegd, als een helikopterpiloot boven de organisatie hangt om zaken aan te sturen, mee te organiseren, maar met name de lijnen uit te zetten en zorgen dat je de touwtjes als een marionet in handen hebt, zodat de hele organisatie loopt zoals je moet lopen. Nou ja, het woord zegt het al natuurlijk, trouwbeurzen. Wij presenteren, en met wij bedoel ik eigenlijk alle ondernemers uit de regio, en dan kan dat de hele brede regio zijn, die iets te maken hebben met de trouwwereld. En dan in de breedste zin van het woord. Dat kan zijn trouwvervormer, dat kan ook zijn een fotograaf, dat kan zijn een dj die het feest op moet leuken, dat kan zijn een locatiehouder die een trouwlocatie heeft waar de mensen gaan feesten. Maar dat kan ook zijn een juwelier die de ringen moet aanpassen, of iemand die zorgt voor het entertainment tijdens zo'n avond. We hebben eigenlijk alles in huis wat iemand die zou bij wijze van spreken kunnen binnenkomen met niets en met een compleet verzorgde dag de deur uit kunnen gaan, inclusief de trouwambtenaar en de stylistes. We hebben zelfs nu op de beurs iemand staan die live schilderijen maakt van hetgeen wat gebeurt. Dus je kunt het zo gek niet opnoemen. Wij zijn een jaar of 7 geleden zijn we daarmee begonnen, heel kleinschalig, 7-8 jaar geleden, met 10 ondernemers. In een klein zaaltje in Zomeren, omdat we toevallig in Zomeren woonden. Dat is misschien wel leuk om eens een keer te doen, om een podium te bieden. En wij hebben blijkbaar toch net de goede formule bedacht om ondernemers, collega-ondernemers te interesseren om mee te doen aan de beurs. En ja, een paar jaar geleden hebben we gelukkig Bruidshuis Konings, Koning Wedding Palace, zo dat officieel nu heet, kunnen contracteren om samen met ons als partner deze beurs te organiseren. Dat wil zeggen dat we een stuk of 4 vaste partners hebben die dit met ons doen. Die ons ook natuurlijk op financieel gebied ondersteunen en dragen. We hebben voorgaande jaren wel eens avondkleding gedaan. Iets aparts weer. Maar dit jaar is het thema de kinderen in de community show. En ik moet zeggen, de eerste reacties die ik gehoord heb na de eerste community show waren echt heel erg leuk. Dus morgen hebben we er nog één en dan zien we wel wat na de evaluatie wat de gevolgen daarvan zullen zijn. Ben je zenuwachtig? Nee, eigenlijk niet echt. Heb je dit wel vaker gedaan? Ja, een aantal keer, maar nog nooit voor Konings, maar ik heb heel veel zin in. Ja. Dus je bent er helemaal klaar voor? Bijna wel. Als hij klaar is dan, en ik heb een mooie jurk natuurlijk aan, dan ben ik helemaal klaar voor, ja. Wat vindt u zelf van dit event? Nou ja, wij leven hier al een jaar naartoe en het is gewoon voor ons iets bijzonders en iets unieks. Uiteindelijk zetten we hier in Nederland toch Europa's grootste bruidsmodeshow neer. We zijn ongeveer met 200 mensen die vol passie de show neerzetten. We zijn met 40 mannequins. We zijn al jaren bezig om eens alle te trainen. Ik zelf doe mee in de show, ik dans. En ik dans met een wereldster op het gebied van dansen, dus Remco Bastiaanse. En we gaan gewoon knallen met z'n allen. De community show hebben we een oproep op Facebook geplaatst. Daar hebben we 350 aanmeldingen gehad. Daaruit hebben we 60 kindjes uitgezocht. Mijn zus Manuela Poels en Jolanda Poels die hebben samen uiteindelijk de choreografie gemaakt van de hele show. Die hebben ook met de kindjes getraind een aantal weken lang. En je zult het al zien, je zult het gaan beleven hoe mooi de kindjes dat doen. En dat ze al daar staan als prinsesjes, gewoon dat ze dan stralen. Uiteindelijk is het voor de kleine kindjes al een droom om zoiets te kunnen verwezenlijken. Om dan daar al als prinsesje te kunnen staan. Hoe kleed jij de locatie aan? Ik maak eerst ook zo'n afspraak met het bruidspaar. Aan de hand van hun wensen en hun ideeën maak ik een voorstel. En daarna wordt het goedgekeurd, dan richt ik de locatie in zoals zij het willen. Wat is de meest aparte stijl wat je te maken hebt gehad? Even denken. Ik denk dat het een bruiloft was met heel veel glitters en goud. Dus echt een kitsch bruiloft met heel veel glitter en glammer en goud. Dus echt over de top. Ja, dat was echt over de top, ja.
zijn al honderden bruidspaartjes waarbij ik heb mogen zingen. En gelukkig nog altijd naar tevredenheid. Dus, en ik hoop dit ook nog heel lang te mogen en kunnen doen. Want het is ja, zo bijzonder om op zo'n moment daarbij als zangeres aanwezig te zijn. Ja. Nou, qua leeftijd zit het denk ik tussen de 22 en de 34, 35. Dat zijn de meeste, hè, althans, die gaan trouwen. En dan heb je natuurlijk uitschieters naar beneden en naar boven. Er zijn ook veel mensen die bijvoorbeeld of later leeftijd trouwen, dat ze dan pas iemand tegenkomen. Of inmiddels, hè, een tweede keer of ja, wellicht derde keer al trouwen. Dat kan. Je bent al rondgelopen. Je vindt hier gewoon op allerlei vlakken, in allerlei verschillende branches, trouwleveranciers. Je kan hier dus ideeën op doen, het gevoel krijgen van het trouwen. Deze beurs heeft ook een vinden wij, een gemoedelijke uitstraling. Het is ook echt een ons kent ons beurs. Hè. Wij zijn één grote familie hier. En natuurlijk heb je de shows van Konings, waar ze een idee krijgen van hè, wat kan ik op de dag aan. Maar daarnaast heb je, hè, net zoals hier, de ceremonie, waar je dan een kijkje kunt nemen van hoe gaat het er daar aan toe, wat zijn daar de mogelijkheden. En afzonderlijk de leveranciers natuurlijk, die je kunnen helpen en adviseren om de beslissingen te nemen voor jouw dag.